Mijn hart geeft gewoon dat ik dit moet doen. Ik voel me blij als ik kinderen kan verrassen. Mijn hart geeft gewoon dat ik dit moet doen. Dat waren de woorden van mevrouw Mildred Doesburg, die op zondag 6 december haar jaardag vierde met de kinderen van huize Tamara. Zij werd op die dag 67 jaar en heeft veel over voor het kind. De kinderen waren heel blij om het feest met mevrouw Doesburg samen te vieren. Zij werden verwend en het tehuis kreeg ook een enveloppe inhoudende een financiële ondersteuning. U merkt het, blijde kinderen bij huize Tamara. We zijn hier tezamen met de jarige mevrouw Mildred Doesburg. Vandaag viert ze haar jaardag niet thuis, maar hier met de kinderen van huize Tamara. Mevrouw Mildred, alvast gefeliciteerd. Mag ik u vragen waarom u besloten heeft dit te doen en op zo'n manier? Ja, mijn hart geeft gewoon dat ik dit moet doen. Ik heb het vorig jaar ook gedaan. In een ander huis. En dit jaar heb ik voor een ander huis gekozen. Geweldige baan. Ik voel me blij als ik kinderen kan verrassen. En de kinderen gaan straks genieten van een hele grote box met alles erin gevuld. En ik zie in uw hand ook iets. Wat is dat? Nou, het is een donatie voor kinderen. Ik weet niet wat ze ermee doen. Ze mogen doen wat ze denken dat het goed voor is. 1000 SRD geef ik aan huize Tamara. Hoe jong bent u geworden? 67. 67 jaar. Mevrouw Mildred Doesburg, wij van 1 voor 12 willen haar ook feliciteren. En vele gezonde jaren naar deze toe. En we zouden zeggen nog vele voor de kinderen die het hard nodig hebben. Vooral de tehuizen waar het heel moeilijk gaat. En ik zeg nogmaals dank aan uw gesten naar de kinderen. Wij zijn ook hier om ook te overhandigen onze dagelijkse broden. Dat wij in december overhandigen namens Stichting Zakat. Dankjewel, alles is welkom. We willen Stichting Zakat ook bedanken voor de donatiebroden. En mevrouw Mildred Doesburg danken voor haar jaardag dat zij gemeend heeft het te vieren met de kinderen van huize Tamara. Ik hoop dat uw wensen in vervulling zullen komen. En ik bedank namens het bestuur van het kinderthuis Tamara. Personeel, een directie en in het bijzonder door de kinderen. Hartelijk dank. Ja hoor.